zo. Nee. Leuk. We zijn blij dat je er bent. Ja, heel leuk. 53 kinderen waren op vrijdag 7 oktober uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van KLM. De kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking mochten mee met een rondvlucht ter ere van de 92e verjaardag van de luchtvaartmaatschappij. Vind je mooi? Nieuwe. Ja, nieuwe. Het is gewoon leuk om te gaan vliegen. Ja, ik vind het heel leuk. Het is de eerste keer dat ik ga vliegen. Heb je er lang naar uitgekeken? Ja. Een hele speciale kalender nog gemaakt voor. De meeste hoogvliegers zijn gek op vliegen, maar hebben zelf nog nooit een rondvlucht meegemaakt. Extra spannend dus dat ze mee mogen op deze speciale dag. Ik kon 's nachts niet meer slapen. Vinden jullie het spannend? Nee. En wat lijkt je zo leuk aan de rondvlucht? Dan zie ik allemaal dingen. Ik denk het opstijgen of het landen. Jullie een hele fijne, gezellige, spannende vlucht toewensen. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Doe dat echt. Als je jarig bent, dan krijg je natuurlijk heel vaak cadeaus. Maar juist omdat wij als maatschappij de Stichting Hoogvliegers een heel warm hart toedragen, geven wij een cadeau weg. Deze rondvlucht boven Nederland is waanzinnig, vooral voor de kinderen natuurlijk. Omdat heel veel kinderen nog nooit gevlogen hebben. Sommige kinderen zijn zo ziek dat ze nooit op vakantie kunnen. Die hebben niet eens een paspoort. En vandaag maken ze toch een rondvlucht boven Nederland samen met KLM. Geweldig dat dit soort kinderen gewoon zo speciaal worden behandeld, dat ja, is gewoon heel erg goed. Nou, eigenlijk vond ik het wel heel goed dat ze deze dag organiseerden, want dan weten ze ook hoe kinderen er naar uitkijken. Even een dag alle ziekenhuisbezoeken vergeten en nou ja, even wat anders aan zijn hoofd. En omdat het toch een verjaardagsfeestje is, kunnen felicitaties niet uitblijven. Gefeliciteerd, KLM. Van harte gefeliciteerd met jullie 92e verjaardag. Gefeliciteerd, KLM. KLM, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, KLM. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en bedankt voor deze dag.